de strafschop toegekend aan Noord-Transvaal. Keith Torresen met nader kom. En daar is die eerste drie punten voor Noord-Transvaal op het telbord. 3-0 lopen we voor. De veteraars van het spel begint van die middelkolikie af. Wordt ingebracht door Noord-Transvaal. Die mannen bollen daar geweldig samen. Tommy de Plessis. En hier is een geweldige stormloop door die Vrijstaters. Tot die twee wat net niet betreeds daar kan bijkomen. En er is die punten niet. Keith Torresen. En hij laat Noord-Transvaal verder voorloopt met 6 punten. 10-0. Je ziet het op je telbord. Vrijstaat wat druk uitoefen. Klinkje Grobbler wat probeert deurkom. Wordt die bal opgeteld. Gaat die 3 toegekend wordt. Uri Doelijn, nee toch niet. Nog steeds binnen die kwartgebied. Barry Wolmerans, wat die bal net laat valt. Dan zei bijna die regalpen Klinkje Grobbler. De Wetteraars wat deursnee. Aan zijn buitenkant is Pinkie de Toei. En Pinkie de Toei van die bal onder die palen druk feitelijk. En die 3. Die doelschop is voor en die puntentelling is 6 elk. Mooi van John Williams. Lang aangeen naar Christo Wagenaar. Hij probeert haar een man ontwijken. Komt al voorbij naar Keith Torresen. Naar zijn kant heen af. Binnenkant naar Thijs Lourens. Voorspelers drijf daar naar die kwartgebied toe. Komen uit naar die achterlijn toe. Prachtige loopie. Christo Wagenaar. Het schot. Pierre Spies. Het om. En hij druk op een prachtige 3 door Pierre Spies. Tussen die scharen in. Doelskop door Torresen. 2.3 in de 1 flikkie blaas en Noord-Transvaal win met 12.10.6. '76, third time lucky. Free State wins the cup for the first time, largely due to an informed De Wetteraars. Servanten krijgen van Monnet de Pesera op los. Het is een hele Vrijstaatsman die regels in 3 krijgen. Hij moet hem krijgen, prachtig Servantijn. Hij is net mooi 13 minuten op die veld en in daar die gelukkige 13e minuut. Breek hij dwars deur door die hele Vrijstaatsman en hij drukt om in die hoekie. En ja, Monnet de Plessis, springbokkaptein. Hij is die mail van die Zeelandse rugby gegaan. Hij is niet helemaal ongeschonden, maar hij heeft niet die veld verlaat in enig een van die wedstrijden. Het partij maar slecht gelijk, zoals na de verleden zaterdag zijn vierde toets ook. Ivan Servantijn naar Christo Nel. Afgestelling door Barry Wolmerans, hij gaat hard op. En hij drukt om een prachtige 3 door Barry Wolmerans. Opportunistisch. Geweldig vinnig. En die telling is gelijk op. Kan net gebeuren dat die Vrijstaat in die 18e, 19e minuut van die wedstrijd gaan voorlopen. Met 6.10.4. Geen fout nie. De Wetteraars, wat reeds hierdie seizoen 275 punten aangeteken het, maakt het 277. Ik ga het besluit nou de vele vaste scrum. Net buiten van die kwartgebied van die WP, van die Vrijstaat liever. Vaste scrum net buiten van die kwartgebied van die Vrijstaat, 15-3 van die kantlijn af. En Vrijstaat krijg om de Wetteraars. Door naar de oorkant toe, dat is een beter schop. Het is een reuze schop. De bal springt veld in. André Grans is daar zo. Hij zet die bal achterna, maar die bal springt verkeerd voor hem. Baymanjana gekregen daar zo. Door de Wetteraars. Hij geeft aan Vertijn de Plessis. Hij wil zijn pad oplopen. Hij heeft hem. Nee, ja, hij heeft hem. Hij heeft hem. Tijn de Plessis wat hem heeft. Daar is de Wetteraars. Kijk of hij nog 2 punten kan bijvoegen. Ja, daar is nog 2 punten bij. Daar is 10 minuten speeltijd verstreken in die tweede helft. Die Vrijstaat loopt voor met 15.10.10. Die Vrijstaat speelt die derde maal in een eindwedstrijd de afgelopen 4 seizoenen. Die WP heeft in 1966 laatst die Karibeker gewend. Vrijstaat nog nooit. Weer tegen Stofberg wat voor de dribbel. Stofberg wat baie prominent is in een reuze wedstrijd speel. En zijn naam Springbok in alle opzichten vandaag waardig is. Vooral zijn drijfwerk van die lijnstaande af is een lus om te aanschouwen. Barry Wolmerans, de Wetteraars, schepschop. Daar is hoor! Tweede schepschop van de Wetteraars.
Als de WB gevraagd, hulle strafskop daar even skram hierso, hulle verkies die skram op die middellijn. En die van Servantijn kan ingooi vir die WB. Garisonnekes bij die bal naso, voor die van Servantijn wegskop. Maar hij is ontkant in die proces en is een strafskop aan die WP. Maar ik heb plezier wat een kortskopje van Waag. Lang AG naar Servantijn. Davy Snijman. Gijsie Pienaar. Hij komt los. Chris Pouk kan hem ook niet. Dan begint hij Aardklop. Dirk Voorneman, Martins Leroux. Gerrie Zonnekes. Geen binnenkant toe naar Edrich Krans. Wat gelug wordt. Stofberg. Bomras. De Wetras. Hoe is kop? De man is aan kant. Oorgespat naar Kobus Ommelman toe. Dan komt het uit naar Servantijn. Davy Snijman. Christen Nel. Dat is Christen Nel. Skop wordt in geloop door Dirk Groeneman. Gerrie Germeshuis. Hij geeft binnenkant toe naar Gijsie Pienaar. Dan schrijf ik die plannen in die spel. Want het is een beetje sommerig. Weer Gerrie Germeshuis. Jochie Jansen daar is niet klomp in. Kom uit naar Vries, WP kant. Dat is Chris Pout. Rodrigo wat hem voor toe brengt. Jochie Jansen. Rik hem los. Klippies Kritzinger. En nu geen huizen voor Rosmarinen. Geen ondersteuning niet. Dan is Gerrie Zonnekes daar zo. En dat is Edrich Krans. En rik hem los. Nog steeds Arke bij. Hij moet hem krijgen. Hij gaat hem onder die palen druk. Skare van Nagel, 27.000 naar 30.000 mensen wat hier zit, nog niet in het besluit om te lopen. Wel die uitslag van die wedstrijd waarschijnlijk buiten alle twijfel is. Met die vrijstaat wat 27 heeft in die WP10. Chris Toenel wil die spel beginnen. En gewacht door Barry Walraas. Skoon van. Skoon van door Walraas. En van Skepskop Palen toe. Pas een skipskop gewaag. Die was links voorbij. Zij beter. Ja, zo! Jo, waarlijk waar, Billy Bomeraas, schoon van. Daar is hij op die beeld. Telling is 30-10. Servantijn naar Chris Toenel. Johan Oosthuizen. Pieter Wip, Chris Pout, nee, Pieter Wip nog steeds die bal uit. Wil je zien maar wat losmaakt, dus weer Chris Toenel. Was hij klaar voor de meneer aan de kree? Hij geeft naar Chris Toenel toe. Hij beweegt daar zo naar die palen toe, naar hem terug. Een mooi stukje werk daar. Hier. 1977. Nas Wurta plays in his first Currie Cup final and lives up to his reputation by scoring 15 points. Kom ik op de zee, wat wacht. De wegstel kan om. Christen Wagenaar is door. Kom ik op de zee, wat stil kan door haar club. En Christen Wagenaar, finalejaar medische student aan de Universiteit van Pretoria, suikert daar door. En hij maakt zeker van druk om precies in die middel tussen daar die twee recht ophalen. Naast Bota. Twee punten bij. Noord-Transvaal met 19 minuten speeltijd verstreken in de eerste helft loopt voor met 6 punten. Ten oor die geen punten van die Oranje Vrystaat. Ik zei weer. Dat is harde, meer doenloze Karibeker eindstrijd rugby hierdie. Van Tierland tankies en die klas van dingen is daar niet sprake nie. Speeltijd is voorbij. Net beseringstijd wat oorbij in die eerste helft. En dus Edrich Krans, deelkant. Rug om los. Binnenkant toe en is Eben Jansen. Hij herkoop, hij probeer een pad op stoomroller vlom. Die kruisverdediging van Noord-Transvaal is daar. Niet meer dan 7-3 van die doellijn af nie. Vrystaat wil wegkry. Maar die vlekje blaast weer.
En die mannen moet scrum. 5 tree van die oorkantste kantlijn af en zo 8 naar 10 tree van Noord-Transvaalse doellijn af. Aan die buskant zak die man in die scrum. Die man wat daar uitpeel is Martins Leroux met nummer 3. Hij drukt tegen Nick Besuidnout. Barry Womeraan schreeuw om. Slaan daar een man over Udrich Krans. Ik heb ook aangegeven naar Gijsie Pienaar. Rekom los. Hermanus Potgieter gaat met de kant toe van de deur. Hij moet op krijgen. Ja, hij doet. Met 4 Noord-Transvaalers op zijn schouder zit hij op. Een prachtige beweging door die Vrijstaatse achterlijn. Wat gekomen van Barry Womeraas, wat zijn loskanker overgeslaan heeft, naar Udrich Krans laat lopen. Hij heeft de piekie slordig aangegeven. Nou, nee, dat is niet toegelaten niet. Die 3 is niet toegelaten, die zien we ons nou. Daarom een ingeskopt wordt van die kwartlijn van Noord-Transvaal. Aller wereld, dit is jammer voor die Vrijstaat. Het lijkt voor mij of die Noord-Transvaalse achttal een wurggreep heeft op die achttal van die Vrijstaat. Deen Stofberg, welkom los. Om krijg, Vrijstaat krijg om. De wedras, Edric Krans, een lang aangeer daar zo naar Gijsie Pienaar toe. Wat vaststikt en hardloopt. Hij stapt daar voor 2 mannen af. En een andere naast Boeta. En dat is een eindtheater, wat beweegt naar John Knox toe. Schop in een veld langs. Schrijf verder zijn weer in de balpad. Wordt er gelopen. En is Daan de Plessie. Is het Daan de Plessie waar die ballen niet aan gekregen? Dit was bij hem vanaf. Daan de Plessie, daar is hij in beeld. Het dwarskop van John Knox. En Daan de Plessie is bij. Daan de Plessie is bij. Hij stort oor die doelijn. Net links van die linkerrechelpaal. En daar is nog 4 punten bij van Noord-Transvaal. Doelskop is oor. Om hij naar Vrijstaat gaan toe, de wedras. En dan dat loopt met die achterlijn hier van hun eigen doelgebied af uitlijk. En weer een keer kan Gerrit Gerritsen opdagen naar Piers Mies. Piers Mies terug om. Een haastige achterlijn beweging door Noord-Transvaal, of liever door die Vrijstaat. Van hun eigen doelijn af uitlijk. En voor die derde of die vierde maal kan Gerry Gerbesuis die bal niet raakvat nie. Piers Mies is bij om munt te slaan daaruit. Hij maakt niet een fout nie. En hij gaat druk die bal achter die doelijn. En die telling schuift aan naar 25 punten tegenoor 9. Dit kan 27-9 wees. Kom eens kijken wat maakt naast Boeta. Vaste scrum. Tony de Plessie. Noord-Transvaal gaan om krijgen. Hou om. Wijnand Klaassen, Tommy de Plessie. Middelveld langs. Hermanus Potgieter. Nee, hij kreeg die score van Nederland van die bal. Thijs Laurens is op om. Potgieter blijft staan op zijn voeten op die kwartlijn van Vrijstaat.1978, another epic Northern Transvaal Free State final, and again it's the golden boy Naas Boeta who conquers Free State. Binnen die kwartgebied van Noord-Transvaal onmiddellijk. Vrijstaat, maar daar een dons in die loskram en een strafskop in die eerste paar secondes. 10 secondes is hier die wedstrijd aan die gang. De wedras, wat er dusver hierdie seizoen 143 Karibekerpunten aangetekend heeft. Zijn eigen record is 148. Kenmerkend. Vrijstaat wat weer hier die lijn staan, burgemeester. Barry Womeraas, de wetras. Skep stop. Ja! De Plessie. Naast Boeta, Christo Wagenaar, daar is Boeta,
Hier kan punten komen. Nee, hij zijn palen wordt gelegd en dan is het Christen Wagenaar wat doorgaan. Ons mag misschien niet zeggen, dat is 37 minuten verstreken in de eerste helft. En dus Christen Wagenaar. Bijna daar deur, maar hij wordt geloopt door die kruisverdediging. Dat is Gerry Sonnekes, of liever Jaapie Wissels. En die Noord-Rasvallen speelt nog steeds achter toe. Naast Bota. Daar is Bota Kanifati. Dan speelt Edwards daar. Daar is Bota. Met die voeten zijn bij. Dirk Vroneman wat terug hier. Kom mee. En dus Gijsie Pienaar op loskakel. En daar is het Jochie Jansen, wat niet bij je beweegruimte kreeg in die wedstrijd niet. Tot dusver niet. En strafschop. Bijna rusttijd. Vrijstaat 6, Noord-Transvaal 4. Goeie schop door Pierre Edwards. And the man on whom everybody is concentrating, playing in his 62nd consecutive game for Free State. And that's not a bad record for a young man. Taken by Kantz. Now Bota. Conemava. Pull back. Edwards. And it must be Darius Bota. Or is it Nas? Nas Bota. Bota again. Here he drops for goal. Northern Transvaal retained the Currie Cup after a second half of 42 minutes, and they've won again, the fourth encounter against Free State in a final. 1979, Nas Buerta saves the day, and Morné Duplessis, the Western Province skipper, remarked, to draw is like kissing your sister. Na een zwak begin vat Morné Duplessis zijn weepjespan behoorlijk vlam en reigt die een prachtoorwinning naar die ander in. In die noorde stoom die lichtblauwers voort naar die zoveelste eindstrijd. Verjaar op Nieuweland en zonder gevierde kaptein Thijs Laurens. Student Pauwie wat gaan gooien. Morné Duplessis de bal door achter. Bijna Klaassen met een pla. Rob Blauw wat hem opgepakt. Serfontein. Pauwie wat staan op wacht hier als een rechtervlio. Die werd perfect gedraaid hierom. Toch een wippiebal, Blair. Tussen daar die drie van, de D begin het er die dag. Pienewip wat zelf doorgaan en wip het om. De begin met Robbie Blair, wat prachtig breekt. Dan deur dat loop naar Pienewip. Eerst is hij zien naar buiten, dan hou hij die bal onder de Edwards klop. En nu recht naar die middelpunt van die palen. Deur Darius Bota zijn laagvat. En onder die palen deur voor de eerste punten in die wedstrijd. En voor die bal speel op de grond. Een strafschop aan de Westerprovincie. Morné Duplessis. Die van Serfontein wat daar geplaatst wordt. Die bal aan de Noord-Transvaalkant. Kan hij doorkomen. Aan die achterlijn af. Inderdaad. Skepskop poging van Nas Bota. En is daar! 15-12, een lang hardlopende skepdoel van Nas Bota. En alle punten, al 12 punten, komt van die voet van die blonde jong generaal Nas Bota. Dan worden ze zonder hier achter nu. Noord-Transvaal, skepskoppoging. En is daar! Hij is oor 15-11. Al die punten, ook die kritieke punten in de laatste momenten die er naast Bota. Kijk weer daarna, prachtig aan positie. Hardlopende, die skepstop van omtrent 30 meter ver in die middeldeur. En die telling is gelijk op. Wat een einde tot die Karibiekerstrijd.